En dan een tweede bankhelpdeskfraude, deze keer in Boskoop. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Het slachtoffer werd gebeld met de mededeling: er is van alles mis met uw bankrekening. En bij deze mevrouw hebben ze haar telefoon bij haar thuis opgehaald en haar bankpasjes. En er is gepind met haar bankpas. En er is ook een poging gedaan om een dure aankoop te doen bij de mediamarkt. Maar dat is mislukt. Met de opgehaalde pinpas is deze man op woensdag 2 augustus 1000 euro gaan pinnen bij een geldautomaat aan de zijde in Boskoop. Hij is hier goed in zijn gezicht te zien en daardoor is duidelijk dat dezelfde man even later bij de mediamarkt in het centrum van Alphen aan de Rijn is. Hij loopt hier wat door de winkel en we zien duidelijk dat er al wat spullen in zijn mandje liggen. Hij staat nog bij wat andere producten te kijken en is veel met zijn telefoon bezig. Hier vraagt hij nog iets aan een medewerker van de mediamarkt en is daarna opnieuw aan het bellen. Tijdens dat gesprek kunnen we hem even goed van top tot teen bekijken. Dan loopt hij richting de kassa. Eenmaal in de rij blijkt dat het alerte personeel vindt dat hij zich opvallend heeft gedragen in de winkel. Want als hij aan de beurt is en met de gestolen pinpas al in zijn hand de dure spullen op de toonbank legt, spreekt een beveiliger hem aan. Hij vraagt de man naar zijn identiteitsbewijs om deze te vergelijken met de naam op de bankpas die hij wil gebruiken. Na een kort gesprekje zegt de man dat hij zijn legitimatie even uit de auto gaat halen en loopt vervolgens weg om, u raadt het al, nooit meer terug te komen. De beveiliger heeft dit gemeld en dat maakt dat we nu ook deze beelden van de oplichter kunnen laten zien. Hij staat er prima op. Wie weet wie dit is of waar hij verblijft. Er is dus op het nippertje voorkomen dat hij nog meer buit heeft gemaakt. Maar er is eerder wel 1000 euro gepind van de rekening van het slachtoffer. Uw tips zijn welkom via een van de nummers in beeld.